Elk kind moet opgroeien en gedijen in een ondersteunende en gezonde omgeving. Aanpakken van stigma's en barrières die jongeren weerhouden om hulp te zoeken is derhalve dringend gewenst. Een speciaal gehouden persconferentie, Mental Health Matters in Suriname, had daarom tot doel het gesprek over de mentale gezondheid van kinderen en adolescenten te verheffen. Er is behoefte aan steun voor concrete actie en positieve veranderingen in beleid en praktijken. En dat zegt de programmanager van UNICEF, Javier Carboda. We aim to elevate the conversation around children's and adolescents' mental well-being, mobilizing support for action to bring a change into policies and practices to ensure that every child can grow and thrive in a supportive and healthy environment. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid zegt dat UNICEF en het ministerie de dringende noodzaak van hulp bij mentale gezondheid erkennen. Vanuit het ministerie wordt eraan gewerkt om de aanpak van suïcide tot een prioriteit te maken. Suïcide is een groot probleem, dat weet ik vanuit de cijfers en de data die we gerapporteerd kregen. Daar moeten we goed naar gaan kijken. Ik weet niet als de focus of als er nog wat diepte onderzoek is gedaan naar suïcide dan alleen het risico. Maar daar kunnen we nog en daar moeten we ook over gaan praten. Aan de hand van discussies en aangekaarte problemen zal een op maat gemaakt plan van aanpak worden ontworpen. En tot zover dit gedeelte van het ATV-journaal.